Goedemiddag op deze woensdag. Het is 19 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond de was even opgehangen. Ik heb helaas wel weer het grote rek neer moeten zetten, want ik kon het niet kwijt. Maar ik heb inmiddels ook besloten dat ik met de tijd een drogertje ga aanschaffen. Mijn moeder Nati zei het ook al, waarom ga je niet eens voor een droger, want het zou voor jou zoveel beter zijn. En ik dacht eerst, ja, maar niet heel veel mag je het droger, want ik heb toch altijd wel die shirtjes die er niet in kunnen. Maar ik ben nu toch wel tot het besluit gekomen dat het toch wel beter is. Nathalie en Frank hebben sinds kort ook een droger en het bevalt hun heel goed, want hun hebben ook niet een heel groot huis. En hun hebben eigenlijk ook het probleem dat ze de was niet kunnen goed kunnen neerhangen, omdat het heel slecht droogt. En dat heb ik dus ook. Dus dat is iets voor de toekomst nog wat ik wil gaan doen. Dus maar tot dan doen we het gewoon nog even met de wasrekken. Ik heb gisteravond even lekker gegamed. Ik kreeg net al een appje van Nathalie. Vanavond game ik. Ik zeg ja, leuk, gezellig. Dus gaan we vanavond weer even doen. Ik heb ook televisie gekeken. Ik heb Snackmasters gekeken. En dat was heel leuk. Ze gingen een frituursnack namaken. Maar ik zit me nu al echt al een poosje te prokiseren wat die snack nou ook alweer was. En ik kom niet op de naam. Het leek een beetje op een frikandel, maar dat was dan pittiger. Het materiaal, zeg maar. En het was veel groter. Carrero zit ik steeds meer in mijn hoofd mee, maar dat was het volgens mij niet. Dus ik weet het helaas niet meer. Dus dat moet ik je schuldig blijven. Maar het was wel weer leuk om te zien. Helaas won wel de andere chef die won. En ik was eigenlijk voor de man en de vrouw die won. Maar goed. Daarna zou ik Vier Handen op één Buik gaan kijken. Dat heb ik niet gedaan. Want ze hebben een herhaling uitgezonden. Omdat het Songfestival is begonnen. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb er heel weinig mee. Ik ben gewoon als Songfestival moe. Omdat ze al weken van tevoren bijvoorbeeld in Shownieuws bezig zijn. Ja, Songfestival. En bla 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 bla. Dus ik had als iets van, ben er nu al klaar mee. Ik snap dat het voor heel veel mensen nu misschien heel spectaculair is, omdat het in Nederland gehouden wordt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb 2 jaar geleden ook gezien hoe Duncan Lawrence won. En dat vond ik heel erg leuk om te zien, want ja, hoe vaak gaat dat gebeuren? Ik bedoel, hoeveel jaar heeft er intussen gezeten dat Nederland had gewonnen? Dus dat vond ik op zich ook hartstikke leuk. Maar ik heb niet het geduld om de hele avond naar zo'n show te gaan kijken. Naar allemaal opsmuk en landen waarvan ik denk van hoe kun je dit een liedje noemen. Dus nee, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik moet ook zeggen, ik ken de beste man die ze nu hebben gestuurd ook niet. Ik kende Duncan Lawrence ook niet 2 jaar geleden. En elke keer als ik dat liedje hoor, dan denk ik aan Martien Meiland. Die zei, het is broccoli. Hij zong een beetje broccoli's volgens Martien. En ik kan het inderdaad ook niet verstaan, maar ik vind het gewoon ook niet fantastisch. Ik heb ook het idee dat Nederland de laatste 2 jaar nu ook, ja eigenlijk 3 jaar, want vorig jaar was het niet, gewoon mensen stuurt die eigenlijk niet echt bekend zijn. Maar goed, dat is mijn mening, dus ik heb daar niet naar gekeken. Dus ik ben gestalkt gaan kijken. Dan ben ik daarna verder gegaan met de foto's bewerken, maar dat is nog niet helemaal af, want ik heb ook de vlog in elkaar gezet. Ik wilde nog een extra artikel online zetten. Ik heb iets te veel druk op mezelf gelegd, waardoor alles niet helemaal is afgekomen, want het extra artikel is ook niet online gekomen. Dus ik heb bedacht, nou, ik ga hem gewoon van de week rustig afschrijven en dan komt hij gewoon volgende week dinsdag online. Want ik moet het op een gegeven moment een beetje loslaten. Ik had echt een beetje te veel druk erop gelegd. Toen ben ik weer de Bold Type gaan kijken en daarna Mokromafia was de laatste aflevering van seizoen 2. Nou, die was ook wel heftig, want er gingen heel veel mensen dood. Dus dat vond ik best wel heftig. Ik ben dan wel weer benieuwd naar seizoen 3, maar het schijnt dat er tussen seizoen 2 en seizoen 3 een miniserie zit. En ik weet niet of die op Videoland staat, dus daar moet ik even naar gaan kijken. Maar goed, dat was de avond. Ik ga nu de woonkamer doen, want die is lekker aan de beurt. En dan ga ik ook de nieuwe plantjes neerzetten. Maar dan ga ik eerst even mijn vensterbak helemaal lekker schoonmaken. Dus ik ga water pakken, ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik je erbij zetten. En dan gaan we even wat doen en dan kan ik daarna nog even bullet journalen. Thank you.
Nou, de plantenpotjes staan ook, die van de IKEA. Het is niet echt lekker te zien, want ik heb hier onwijs zonnig licht. Deze zit er heet het aan te likken, dus die moet ik steeds even berispen met de sprayspuit. Die ik nat spuit, want ja, dat gaan we niet doen. En ik heb ook de borden in de kast. Oh, hier ligt een oude papiersnipper. Doe ook gelijk even weg. Had ziek idee. Die heb ik dus nu dan zo hier staan, maar... als ik zeg maar een onderbord wil, moet ik het er wel even uittillen. Maar dat komt gewoon als je niet zo heel veel plek hebt voor je borden. Maar goed, ik ben blij dat dat allemaal hier een beetje opgeruimd is. Ik ben nu al een beetje aan het opruimen en zo. Maar ja, het gaat gewoon een beetje gestaag. Het huis is in ieder geval weer lekker schoon. Althans, de woonkamer was wel weer echt lekker om schoon te maken. En ik heb nog even lekker gebullet journaled, dus... Op zich een prima middagje. Goh, ik ben echt kippig de laatste dagen. Dingen ontgaan op WhatsApp. Ik kom soms niet uit mijn woorden. Het is vreselijk. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Vanavond ga ik dan even gamen met Nathalie. En ik wil eventjes Thijs Zeeman confronteert stalkers kijken en een huis... Kinderen kopen een huis. Dan ga ik verder met mijn foto's bewerken. Ik moet alleen nog een thumbnail maken voor de vlog. En dan komen artikel ook online. Die moet ik nog even schrijven als de foto's klaar zijn. En dan ga ik vanavond... even kijken hoor. Ja, ik ga sowieso weer de boltype kijken. Maar ik moet even kijken of oogappels wel komt. Ik weet nu niet zo goed hoe de programmering allemaal gaat. Oh ja, gelukkig. Dat komt gewoon. Dus dat ga ik dan ook lekker kijken. En morgen is mijn coach er al op tijd. Die is er al 12 uur. Dus dan is het morgen weer boodschappen doen. Dus ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Dus op zich wel lekker. Ik ga straks lekker mijn broek in de was doen en mijn sokken. Want die broek die is ook wel echt aan een wasbeurtje toe. Maar goed, ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze donderdag. Het is 20 mei. Het is 11:30 geweest en ik ben klaargemaakt. Nou ja, bijna. Ik moet nog wel even wat op de lippen. Maar ik ben nog aan het drinken. Dus ik denk dat doe ik wel voordat ik wegga. Ik ga zometeen boodschappen doen. Mijn coach is er om 12 uur. En dan gaan we even boodschappen doen. We moeten daarna nog even wat dingetjes regelen hier. Maar dan zijn de boodschappen in ieder geval binnen. En dan kan ik vanmiddag nog eventjes mijn was naar boven doen. En gewoon eventjes wat dingetjes opruimen. Dus dat is verder de planning. Niet heel bijzonder. Ik heb gisteravond even met Nathalie geswitcht. En ik ging zo stuk. Nathalie komt op een gegeven moment naar mijn eiland toe. Want ze had bloemen en die ging ze bij mij poten. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke lief. Hele leuke bloemetjes. Maar ze komt aan op mijn eiland en ik zie haar eerst niet. Dus ik loop de gate uit, zeg maar. En daar zie ik ineens een poppetje met een jasje aan en een hoedje op. Maar zij rende weer steeds voor mij weg. Dus het was weer hide and seek op het eiland. En ik ging helemaal stuk. Ik zeg, nou, waarom heb jij een jas aan en een hoedje op? Ja, ze zei, maar het regende. Dus ze had een regenjas aan en een regenhoedje op. Nou, het was zo lollig. Elke keer als ik haar poppetje zag, moest ze gewoon weer helemaal lachen. Dat ze dat outfitje aan had. Nee, het was zo grappig. Ze hebben ook foto's van gemaakt. Ik kan maar even laten zien hoe ze eruit zag. Het was zo grappig. Oh, even kijken hoor. Waar ik hem heb. Ja, hij is niet super, super scherp, maar dit was Nathalie dus. Ik ben niet met die staartjes trouwens, maar ze had dit dus aan. Nou, helemaal lachen. Dus we hebben even lekker gegamed. En ik heb ook nog even naar... Thijs Zeeman confronteert stalkers gekeken en naar kinderen kopen een huis. Ik heb mijn artikel geschreven, die is af en ook de foto's afgekregen. En toen ben ik weer naar de boltype gaan kijken. Gisteravond had ik weer lekker oogappels en het was ook weer heel erg mooi. Dus nou, super, super goede avond. Ik ben alleen nu nog een beetje moe, want ik werd uit een droom gehaald. Dat vond ik op zich niet erg, want het was niet een fantastisch leuke droom. Maar dan, ik schrok ineens wakker van die wekker. En dan ben ik even gedesoriënteerd. En, oh ja, welke dag is het? We hadden gisteren ook zo moeite mee welke dag het even was. Maar goed, ik heb het,
Ik heb het weer volbracht, dus ik heb gesport en nu ben ik dus klaargemaakt. Ik ga zo nog even stofzuigen. Ik moet ook nog even schoenen pakken van boven. En dan even boodschappen doen. Dus vandaag niet heel veel bijzonders op de planning. Ik heb niet zo heel veel. En Tijgertje was gisteren ook weer heel knuffelig. Die ging steeds op schoot. Ze kon bijna niet gamen. Ik weet alleen niet waar Mickey is, maar die zal wel op de stoel zitten. Ik ga eventjes wat drinken. En dan ga ik even de stofzuiger er doorheen trekken. Misschien nog even een YouTube filmpje opstarten. En dan is het straks tijd om te gaan. Dus ik zie jullie weer als ik dan weer terug ben. Nou ja, ik heb nog even een moeilijk ding. Want ik heb een bol.com pakketje. Je moet terug. Ik had namelijk een bij bol.com had ik eigenlijk een hoesje besteld. En een screen protector voor mijn telefoon. Dat was een combi setje. Maar ja, omdat ze me toch bij de winkel een wat sterker hoesje aanraden die schokranden heeft, heb ik dat gedaan. En dan komt deze dus terug. Maar ja, het ging heel makkelijk dat retourtje aanmelden. Maar dan krijg je dus zo'n etiket die je dus eigenlijk op de doos moet plakken. En er zit een stukje bij wat in het doosje moet. Maar ja, wat wil het feit? Ik heb geen printer. Dus er staat ook bij, als je geen printer hebt, kun je het overschrijven. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik hoop niet dat het goed is. Dus misschien moet ik nog even kijken of ik iemand kan spreken op de chat bij bol.com. Want ik weet het nu niet zo heel goed. Ik denk dat ik dat nog even ga proberen, want dan kan die straks op de brievenbus. Ik ben weer terug van het boodschappen doen. En het goede nieuws is dat ik het spinnennest heb gevonden. Ja, dus ik heb ze meteen eventjes gespoten, want ja, ze komen steeds binnen. Dus dat is natuurlijk niet zo prettig. Ik ga even de boodschappen laten zien en dan kan ik dat ook gelijk in de vriezer doen. Dus ik ga weer even op een plekje zitten. Ik heb best wel wat dingen gehaald. Even kijken hoor. Ja. Dan ga ik gewoon even iets naar achter. Ik heb 2 grote schnitzels. Van de XXL weken van Lidl. Ik heb een broodje. Ik ga het zo meteen even eten. Dus het pompoenpitbroodje. Dan heb ik 2 zakken met grote koffiepads. Ik heb de extra dark gehaald. En de mokka, de extra dark, gebruik ik altijd in mijn cappuccino. Maar de mokka die vind ik gewoon lekker als ik hem zo drink. Dan heb ik kipfiletjes. 2 stuks. Was dat het al van Lidl? Dat kan ook, nee, er zit volgens mij nog wat in de andere tas. Ik heb bij Boni even 2 pakken chocomel gehaald. Die waren in de aanbieding, 2 voor 3 euro. Dan heb ik daar ook eventjes kattenvoer meegenomen. 2 keer de olie, want die hebben ze alleen bij de Boni, de kleintjes. Dan heb ik nog theedoeken en handdoeken, die waren er weer. Ik heb een blauwe en een grijze. En dan daar ook de theedoeken van. Dan zal ik even de andere tas pakken. Bij Trekpleister heb ik weer even kuppensoep gehaald. Daar heb ik ook deze meegenomen. Dit is body lotion. Die was nu maar 2 euro. Dat was zo'n kassakoopje. En even kijken hoor. Waar heb ik ze? Oh ja, deze pillen voor huid, haar en nagels. Die wilde ik wel eens proberen. Want mijn nagels zijn niet zo heel erg lekker momenteel. Dus dat. Dan heb ik spekreepjes. Nee, de verpakkingen zijn veranderd. Dan heb ik scheergel. Melk. Omdat het Pinkster is, heb ik 2 keer een Ben & Jerry klein. Dit is een chocolate fudge brownie. Die heb ik 2 keer meegenomen. Ik heb slavinken. Bakboter. Dan heb ik weer aardappelschijfjes gehaald. Friet van het huis. Gewone friet. Bonen. Kattenvoer. Een broccolietje. En frikandellen. Dus dit waren de boodschappen voor deze week. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik mijn broodje even eten. En dan... ga ik nog even hier wat doen. Ik ga even kijken wat ik ga aanpakken. Ik wil sowieso even de was naar boven doen, want die ligt heel erg in de weg. Dus die wil ik sowieso eventjes in de kast leggen.
eerst maar even alles weer in de vriezer werken, want dan is dat ook weer klaar. Dus ja, ging vlot vandaag allemaal. Ik heb ook mijn medicijnen opgehaald. Het bol.com pakketje heb ik op de brievenbus gedaan. Ik heb nog even contact gehad met zo'n live chat. En dat werd eigenlijk heel duidelijk verteld. Dus dat was top. Dus dan kan ik even mijn YouTube videootje verder kijken die ik aan het kijken was. En dan ga ik eventjes hier nog wat doen. Ik geef nog iets belangrijks om te laten zien. Dat is deze rollade. Die heb ik voor zondag gehaald. Daar had ik heel erg zin in. Maar die was ik vergeten. Die zat nog onder in de tas. Dus die had ik ook nog gehaald. Mocht je niet weten hoe een spinnennest eruit ziet, dit is het spinnennest. Zoals je kan zien heb ik het een beetje nat gespoten, dus ik hoop dat het nou zo blijft. Maar anders moet ik het morgen weer even een beetje bijspuiten. Maar dit was dus een spinnennest, zo weet je ook hoe het eruit ziet. Zo, de boodschapjes staan weer boven. Ik had even mijn broodje gegeten, die was nu nog wel redelijk vers, dus dat was wel fijn. Nu ga ik zo meteen nog even lekker relaxen. Ik heb verder eigenlijk niet heel veel meer gedaan. Ik heb eventjes nog wat in mijn mus geplakt en wat dingetjes op een paperclipje bij elkaar. Wat ik dan bij een bepaald paginaatje wil plakken. Maar ik heb ook even Animal Crossing gedaan, want Nathalie die was ook aan het gamen. Die vroeg wat hoe het bij mij game ging. En mijn museum was af, dus ik was even stempels aan het verzamelen daar. Dus dat was wel even leuk. Dus eigenlijk gewoon wel even chill, weet je, was ook wel lekker. Morgen ga ik met mijn vader even de plantjes ophalen, al een beetje op tijd. Die appte al. Dan moeten we eventjes de plantjes ophalen. Dus die zie ik 10:15 zo ongeveer. En dan kunnen we even de plantjes ophalen die ik had gespaard van de plus. En dan kan ik die morgen mooi even poten. Als het een beetje mooi weer blijft. Want het zou volgens mij vandaag ook aardig regenachtig zijn. Het viel ook wel mee. Ik ga straks lekker douchen. Ga ik eten. Vanavond misschien nog even Animal Crossing met Nathalie even kijken. Want we willen eigenlijk ook even allebei Petit Chateau kijken. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. En ik denk nog even wat terugkijken. En dan is dat het ook wel. Ik wil eigenlijk al eventjes een beginnetje maken met de iPod. Met die te gaan vullen. Maar ik moet vanavond sowieso foto's bewerken. Dus ik ga wel even zien hoe ver ik kom. En dan heb ik vanavond weer... De Bolt-stijl en daarna heb ik weer zonnestad. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar gewoon lekker. Dus dan gaan we morgen wel weer zien wat we verder gaan aanpakken. Ik heb nu een beetje een rustig weekje, dus op zich wel lekker. Dus ik ga nu eventjes lekker relaxen. Ik had trouwens nog gekeken. Je had bij de Kruidvat een trekpleister. Had je van die driekwartsbroeken had je in de aanbieding. Daar ben ik echt al heel lang naar op zoek. Dat vind ik gewoon in de zomer ook wel fijn. Ik vind het op zich niet heel fijn om altijd maar in mijn rokje naar buiten te moeten. Of in mijn broekje. Ik weet niet, ik word er toch een beetje onzeker van. Dus ik had zoiets, dan zijn die Capri broeken zijn fantastisch. Bij Kruidvat waren alle maten eruit. Toen zag ik bij Trekpleister kwam ik nog een emmertje tegen. Maar die zat los in de verpakking. Dus ik bekeek hem even en ik trok er een beetje aan. En het enige wat er gebeurde was dat hij... Gewoon heel erg uittrok. Dus ik zag al direct, dit is stretch. Dus ik heb hem ook niet meegenomen. Want ik denk, ja, dat gaat het niet worden. Ik heb dan echt een S'je nodig. Dus dat wordt hem gewoon niet. Dus ik ga binnenkort een keer naar de Primark toe. Dus in de hoop dat ze daar misschien wat van die broeken hebben. Ik heb er even zin in. Dus waarschijnlijk over 2 weken. Maar dat ga ik met mijn coach nog even bespreken. Dus dan gaan we naar Primark. Ja, dan hoop ik dat ik daar misschien nog wat slaag qua driekwartsbroeken. Want het is best wel lastig. Ik zit echt wel dan in maat S. En dat is best wel lastig te vinden. Deze broeken gingen ook vanaf M. Dus ja, dat zit me gewoon te groot. Dus dat heb ik niet gedaan. Goed, ik ga nu relaxen. En ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is alweer 21 mei. Ik ben klaargemaakt. En jongens, het lijkt wel herfst. Het lijkt wel oktober. Het is zo winderig en regenachtig. Ik vind het hartstikke gezellig hoor. Want als ik bedenk met een paar jaar geleden, dan hadden we al zulke hoge temperaturen. En nu loop je gewoon lekker nog in je sweater. Want het kan gewoon. Ik heb vanochtend mijn plantjes opgehaald samen met mijn vader. Ik had plantjes gespaard bij de Plus supermarkt. Die kon je alleen dit weekend ophalen. Bij sommige Plus supermarkten kon je ze ook al op donderdag halen. Hier helaas niet. Dus dat was wel een beetje jammer. Want gisteren was ik in het dorp. Heb ik boodschappen gedaan, maar dat kon dus niet. Dus mijn vader is speciaal naar mij toegekomen om plantjes op te halen. Hij heeft nog eventjes, hij is nog even naar Lidl geweest, want ze gaan dit weekend een weekendje weg. Want hun hadden nog van die bonnen van de vakantieveilingen voor een weekendje weg.
En die waren al een paar keer verlengd door de corona. Maar ja, nu alles toch weer wat meer open gaat, moesten ze ook een keer op. Dus dat hebben ze dit weekend gepland, omdat het lang weekend is met Pinksteren. Merk je ook wel trouwens, want het was best wel druk. Het is natuurlijk ook wel vrijdag, maar het was ook best wel druk. En toen zijn we nog even naar de Lidl geweest, want hij moest daarvoor nog even wat te drinken hebben. Want ze hadden gisteren boodschappen gedaan en ze hadden daar geen flesjes, geloof ik. En hij zei, ja, flesjes zijn gewoon wat makkelijker in de auto ook dan een blikje. Want een blikje moet in één keer op en een flesje draait het dopje weer op. Toen heb ik even potgrond gehaald, want ik had nog wel potgrond liggen, maar ik wist niet of het nog genoeg was. En dat ligt er ook letterlijk al 3 jaar. Dus ik weet niet hoe lang potgrond goed is. Kan iemand mij dat vertellen? Hoe lang is potgrond goed? Hoe lang kun je dat gebruiken? Ja, ik heb groene vingers. Nou, geen combinatie. Maar het zijn hartstikke mooie plantjes. Ik kan ze wel even laten zien. Ik ga ze straks even poten. Kijk eens hoe leuk die plantjes zijn. Nou, ik vind ze echt heel erg leuk. Maar ik ga ze straks eens eventjes poten. Daar ga ik jullie dan bij zetten. Maar ga ik wel even in de keuken doen, omdat het dus zo nat is. En ik heb op het balkon ligt één plens water. Dus ik moet eigenlijk even het putje opwippen met iets, zodat het water weg kan lopen. En van het weekend, als ik de voorspellingen moet geloven, gaat er nog meer regen komen. Maar goed, die plantjes moeten wel gepoot worden. Dus dat ga ik straks eventjes doen. Gisteravond heb ik wel even lekker geswitcht. Ik heb niet met Nathalie gespeeld, want we wilden allebei ook heel graag Petit Château kijken. Dat is pas om 9:30 afgelopen. Zegt ja, dat wordt dan toch een beetje laat, want zij wil ook altijd een beetje op tijd slapen. Ik kreeg net alweer een fantastische foto. Lente lag bij haar te slapen. Oh, zo lief. Wat een schatje. Maar ik heb wel even geswitcht, dus ik heb Petit Château gekeken. Toen heb ik daarna bij NRC in het ziekenhuis eventjes gekeken. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Ik moet nog even één nieuw fotootje maken, want die vond ik niet mooi. Dus dat moet ik nog wel eventjes doen. En dan, wat moet ik verder nog? Nee, niks. Dus die heb ik wel al klaar. Toen ben ik weer de Bold Style gaan kijken. Zo'n fantastische serie. Ik blijf het zeggen. Maar als je een beetje van een serie houdt met een beetje mode en zo. Deze drie dames werken bij een tijdschrift. Siri gaat zich ermee bemoeien, geloof ik. En het is zo fantastisch leuk. Het is wel echt meer een vrouwenserie. Ik denk niet dat mannen dit leuk vinden. Misschien een vooroordeel. Maar ik kan me voorstellen dat mannen dit niet echt fantastisch vinden. Maar ik vind hem heel leuk. En daarna Zonnestad. Dus dat was het. Ik ga nu eerst eventjes de extra video opnemen met de boekreviews. Want dat heb ik nog niet gedaan. Die moet volgende week, ja, de laatste dag van de maand, moet die online komen. Dus dan staat die erop. Want ik heb volgende week weer een grote schoonmaak. Dus dan weet ik weer niet hoe ik dat in moet gaan plannen. Dus dat ga ik wel even doen. Dan ga ik daarna de plantjes poten. Dan ga ik jullie bijzetten. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is even de planning. Dus ik ga nu eerst even de video opnemen. Dan ga ik daarna ook eventjes, als ik de plantjes heb gepoot, goed stofzuigen. Want ik denk dat ik wel ga borsten met het potgrond. Nou, de video staat erop. Maar het was niet zo handig, want de katten gingen steeds op de kattenbak. Altijd als ik aan het filmen ben, moeten hun op die kattenbak. Ik weet niet wat het is hoor, maar ik word er af en toe best wel eens moe van. Maar goed, ik heb hem in ieder geval opgenomen. Dus dat is voor mij in mijn hoofd ook wel weer even een opluchting dat ik dat al heb gedaan. Ik ga nu even de plantenpotjes van boven pakken. En dan gaan we eventjes de plantjes poten. Ik ga eerst eventjes kijken of ik het water van het balkon kan krijgen, maar ik ga jullie er gewoon bij zetten. Dus ja, laten we maar eens eventjes plantjes gaan poten. Nou, de plannen zijn gewijzigd, want ik kan mijn plantenpotjes nergens vinden. Ik heb boven echt een heleboel al overhoop gehouden. Ik weet het echt niet. Ik zet jullie er nu wel even bij met Bullet Journal. Dan ga ik van het weekend gewoon even zoeken. Dan zet ik nu de plantjes even buiten neer. En dan hoop ik dat ik ze ga vinden, want ik kan ze echt niet vinden. Ik zie door de bomen het bos niet. Het is zo'n puinzooi. Dus ik probeer morgen even gewoon goed te gaan zoeken. En dan hopelijk vind ik ze. Jij moet nou ook even stoppen, want daar word ik ook een beetje gek van. Dus ga ik dat nu maar even doen, want ja, ik zoek mijn ongeluk. Ik moet eerst nu nog stofzuigen, want ja, dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik zie gewoon echt die plantenpotjes niet en ik bouw hier echt onwijs van. Dus ik heb echt een beetje de pee erin nu. Thank you.
katten hebben net gegeten. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik even gebullet-journald. Maar ik voel me toch een partij rot dat ik die plantenpotjes niet kan vinden. En ze moeten gewoon boven staan. Het zijn ook niet super kleine potjes, dus je moet ze gewoon zien staan. Ja, ik heb natuurlijk toen de tijd ben ik een beetje begonnen met opruimen. Dus ik heb ze vast een plekje gegeven en ik weet niet meer waar natuurlijk. Want ja, op het moment dat ik ging opruimen was het geen planten weer, want het was winter. En nu weet ik dus even niet meer waar ik ze heb neergezet en ik zie ze zo niet staan. Alleen in mijn hoofd gaat het dan even mis, want ik heb dan helemaal in de planning van, oh, dan kan ik lekker die plantjes poten, dan staan ze gezellig op het balkon. Ja, niet dus, want ik zie mijn potjes niet. Dus ik ga de plantjes nu maar gewoon even buiten op het balkon zetten, na te zeggen dat het wel even kan. Je moet natuurlijk niet te lang wachten met ze planten, maar ja, ik kan die potjes niet vinden. Ja, zonder potjes kan ik ze ook niet planten, maar... Oh, dan merk je wel dat het in mijn hoofd even helemaal niet lekker gaat. En dan voel ik me gelijk heel erg rot, omdat de planning nu anders gaat dan ik hem voorgenomen had. We gaan van het weekend gewoon zoeken. Ik moet ze vinden. En anders kan ik pas donderdag ze poten. Of in ieder geval potjes halen. Maar dit is gewoon echt een drama. Ik baal hier echt ontzettend van. Dus ik hoop echt met gans hart dat ik... Morgen ga ik gewoon weer boven kijken en hoop dat ik ze alsnog ga vinden. Want dit is gewoon in mijn hoofd niet echt gezellig. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik vanavond Levenslange Dwang even terugkijken. Ik ga heel misschien nog gamen met Nathalie, maar dat weten we nog niet. Want die wilde heel misschien Ferry de film gaan kijken. Die wil ik morgenavond gaan kijken. Dus moeten we maar even kijken of we elkaar treffen. En anders ga ik sowieso zelf even gamen. Je hebt First or Last, dat wil ik gaan kijken. Ik ga sowieso mijn video in elkaar zetten. Oh, daar moet ik ook nog voor naar boven, denk ik. Ja, het bonnetje ligt boven. Dus die moet ik wel even hebben, anders kan ik de prijzen niet erbij zetten. Die ga ik zo nog even pakken. En ik moet... Oh, die foto moet ook nog opnieuw. Nou, het gaat lekker. Die foto moet nog even gemaakt. En dan ga... ja, dan kan ik dat artikel schrijven. En dan ga ik vanavond weer verder met de Boldstijl en Zonnestad. Dus dat wordt mijn avond. Dan moet ik weer naar boven. Dan ga ik weer rondkijken. Zie ik die potjes? Zie ik die potjes? Nee, je ziet ze niet. Goed. De dag begon heel positief. Dus even met een iets negatief einde geëindigd voor nu. De dag is nog niet om, maar zo voel ik hem nu. Dus ik hoop dat ik morgen de potjes ga vinden en dat we dan alsnog de plantjes kunnen gaan poten. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 22 mei. Ik heb het echt onwijs koud. Ik ben wel klaargemaakt, maar ik ga even kijken hoeveel graden het is. 12 graden en het is bewolkt. Dus het is hier ook best wel donker. Ik weet niet of het op de camera ook zo overkomt, maar ja, zo is het wel. Ik heb gisteravond even nog lekker op de Switch gespeeld. Ik heb niet met Nathalie gespeeld. Maar ze heeft me nog wel even geholpen met iets. En dat was wel heel erg leuk. Ik zie daar een hele donkere vlek. Wat is dat? Dat is gewoon de stof van de krabbouw. Want ik kon op een gegeven moment naar een eilandje reizen. En daar heb ik nu een geitje ontmoet. En die kon nu gezellig op mijn eiland wonen. En dan mocht ik ook alles wat ik op dat onbewoonde eilandje vond, mocht ik zeg maar ook meenemen weer naar mijn eigen eiland. Dus dat was wel erg leuk. Ik heb ook even Levenslang met Dwang gekeken. Die mochten nu naar huis toe. Dus er is denk ik nu nog één aflevering. En dan is dat denk ik afgelopen. First and Last, ja, daar heb ik wel heel erg om gelachen. Gewoon ook, het begon eigenlijk al vrij snel. Want bij ronde 2 moeten ze zeg maar iets meebrengen. De ene week is het een stukje groente of een stukje fruit. Maar je mag dus niet het laagste gewicht hebben en ook niet het hoogste. En dit keer moesten ze een stuk worst meebrengen. Nou ja, en Britt die werd al een beetje dubbelzinnig. Dus het werd natuurlijk grote lol. Dus dat was ook wel erg leuk. Toen ben ik mijn video in elkaar gezet en heb ik mijn artikel geschreven. Dus dat was ook allemaal wel goed. Toen ben ik weer naar de Boldstijl gaan kijken. Maar volgens mij had ik nu de laatste aflevering van seizoen 1. Alleen de batterij van mijn Apple TV afstandsbediening is leeg. Dus ik moet eigenlijk even kijken of ik die kan vervangen. Want ik denk dat er een platte in gaat. Maar er zit zo'n sleufje en ik weet niet zo heel goed hoe ik dat open kan krijgen. Misschien met een muntje of zo dat ik hem kan draaien. Weet ik niet, ik heb eigenlijk nog nooit hiervan de afstandsbediening of de nieuwe batterij erin hoeft te doen. Hij heeft best wel lang meegegaan, want ik heb hem volgens mij al een jaartje of 6. Dus nou, dat is best wel lang eigenlijk. Dus ik hoop eigenlijk dat ik daar een goede batterij voor heb. En daarna heb ik Zonnestad gekeken, dat was ook wel weer heel erg leuk.
Vandaag op de planning. Ik ga zo allereerst even mijn jassen wassen, want die roken niet heel fris meer. Dus ik dacht, die kan ik mooi even wassen, want ik hoef eigenlijk pas donderdag weer naar buiten. Dus voor die tijd zijn ze wel droog. Ik wil nog even naar boven gaan om te kijken of ik de potjes zie, want het zit me toch wat dwars dat ik mijn plantenpotjes niet kan vinden. Maar mocht ik het nou niet zien, ga ik er niet heel veel tijd aan verspillen. Dan ga ik morgen even zoeken, want morgen heb ik ook niet zo heel veel. Ik moet mijn kwasten eventjes wassen en ik wil even bullet journalen. Dus het is niet een hele spannende planning vandaag, maar op zich wel even basic. Dus ik ga eerst eventjes de jas in de wasmachine doen. Dan ga ik eventjes naar boven om te kijken naar de potjes. En dan ga ik even stofzuigen en dan ga ik eerst even mijn kwasten wassen. Dan zijn die ook weer lekker fris. Dus ik denk dat ik jullie daar eventjes bij ga zetten. Dus ik ga nu gewoon eerst eventjes wat doen, want des te eerder ben ik ook weer klaar. Nou, ik film even met mijn telefoon, want mijn lieftallige camerakaartje zit weer eens vol. Ik had het kunnen weten. Ik dacht gisteravond toch, volgens mij moet ik hem legen. Weer niet aan toegekomen. Dus nou, vandaar dat ik nu even met de telefoon film. Zien we trouwens wel even gelijk de kwaliteit van deze nieuwe iPhone, hoe die is. De zoektocht naar de potjes is jammerlijk weer mislukt. Ik weet gewoon echt niet waar ik die dingen heb neergezet. Ik heb zelfs de doos aan de kant gehaald. Ze staan er niet. Dus ik denk dat het donderdag gewoon nieuwe halen wordt. Want ik weet het gewoon echt even niet. En dat is een beetje frustrerend. Waarschijnlijk kom ik ze tegen op het moment dat ik denk, ik heb nu geen potjes nodig. Maar zo gaat het altijd. De kwasten zijn wel lekker schoon. Dat is wel weer een fijn gevoel. Ik heb nog wel even lekker gebullet journaled. Ik heb boven eventjes wat... hij is fijn. Ik moest even wat blaadjes bijmaken voor in mijn mus, bullet journal zeg maar. Dus die moest ik eventjes door die machine halen van de Action. Dus dat heb ik even gedaan. En nu ben ik eigenlijk begonnen met het afmaken van Nathalie's verjaardag. Het is zo erg, ik loop zo achter. Het arme kind is bijna alweer jarig. En ik moest hem van vorig jaar nog afmaken. Maar goed, die is nu bijna af. Dus dat is dan in ieder geval wel weer goed. En dan kan ik het gewoon weer een beetje verder oppakken. Dus op zich nog wel even lekker bezig geweest. Ik vind het wel heel jammer van de potjes. Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan van waar zijn die dingen gebleven. Maar ik weet het gewoon echt niet eventjes. En ze komen echt wel weer tevoorschijn. Want ze kunnen niet weg zijn. Maar dat soort dingen gebeuren altijd, weet je. Je wilt iets hebben. Op dat moment zie je het niet. En dan denk je... Oh, stonden ze daar als je ze weer vindt. Dus ja, dat. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker bullet journalen. Of bullet journalen. Hallo, wat heb je net gedaan? Nee, ik ga nog even lekker relaxen. Mijn jas zit nu in de wasmachine, dus die is straks ook klaar. Dus die kan ik dan even lekker ophangen. Vanavond wil ik de film van Freddy gaan kijken, want er is verder niks op televisie wat mij interesseert. Ik denk dat ik sowieso nog even ga switchen ook. Wat ik wel even wil doen is de vlog alweer voor een groot deel in elkaar zetten. En daarna heb ik weer de bold stijl en ga ik ook kijken naar Zonnestad. Ik heb de rollade vanmorgen al eens uit de vriezer gehaald, want anders is die niet door. Dus die is nu ook uit de vriezer, dus dat is mooi. Dus dat eigenlijk. Ik ga in ieder geval nu niks meer doen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 23 mei, oftewel eerste Pinksterdag. Ik heb toch het idee dat Pinksteren minder belangrijk is of zo. Want met Pasen word je bijvoorbeeld met de foldertjes helemaal gespamd met gourmetten of rollades en zo. Dat is met Pinksteren eigenlijk niet zo. Dus ik weet niet of het zo belangrijk is. Ja, ik denk voor de mensen die gelovig zijn wel. Maar je hoort er minder van. Maar ik ben klaargemaakt. En dan hoor ik je misschien denken...
Het is zondag, waarom ben je klaargemaakt? Nou, ik werd gebeld en dat was Nathalie. Die zei, kun je even in de groepsapp komen? Want ik was echt letterlijk net wakker. Dus ik kwam online, ik had erop gereageerd. En Nathalie zegt ineens, ja, ik hoor dat jij vanmiddag hoog bezoek krijgt. Ik zei, hé, hoog bezoek? Ik zeg, ik weet van niks. Ja, zegt ze, Prinses Majesteit komt op bezoek. Ik zeg, ah, echt? Ik zeg, nou, wat leuk. En Prinses Majesteit, zo noemen wij Lente soms. Dus dat betekent dat Frank, Nathalie en Lente straks gezellig op bezoek komen. Dus ja, daarom heb ik toch maar even een make-upje opgedaan. Maar superleuk. En dan kan ik Lente ook haar cadeautje geven. En die zal ik jullie dan even laten zien wat ik voor haar had gekocht. Want nu gaat ze het krijgen straks. Het is echt super gezellig, super onverwachts, maar super leuk. Dus toen ik dat hoorde, ben ik gelijk gaan sporten en klaargemaakt. En dan ga ik zo eventjes de foto's eerst zoeken en de groenten doen. En als er dan nog tijd over is, dan kan ik nog even op zoek naar de potjes boven. Maar zij zei al van, ik zeg, ja, hoe laat komt ze? Dus zij zei al zo als grapje, ja, dat weet ik niet, ik weet nu hoe lang het kruipen is. Dus ik zeg, ah, arme meid. Ik zeg, nee, superleuk. Dus ja, die komen straks gezellig. Dus dan ga ik zo eerst eventjes de dingetjes doen die ik wilde doen. Dan is dat af. En dan ben ik gewoon klaar als ze hun komen. Want ik weet dus niet precies hoe laat ze komen. Ik ga zo even nog extra goed stofzuigen. Ik stofzuig natuurlijk elke dag. Maar als Lente komt, doe je het nog even extra goed. Want ik weet niet, misschien wil ze wel op de grond. En dan wil je niet dat ze dingetjes in haar mond stopt. Dus dat ga ik wel even doen. Ik heb gisteravond nog even gezellig met Nathalie online gegamed. Het was alleen heel vaag, want er zou een geit op mijn eiland komen en die kwam niet. Dus ik weet niet waarom die niet is gearriveerd. Maar goed, dat moet ik maar eventjes gaan afwachten. Ik heb ook Ferry gekeken in film en ik vond hem heel leuk, moet ik zeggen. Maar als iemand nog nooit Undercover hebt gezien, zou ik zeggen, kijk eerst Ferry de film en daarna Undercover. En ik snap wel dat dat natuurlijk niet eerder kon, want ze wisten niet dat Ferry zo'n populair personage zou worden. Maar ja, ik zou het dan geloof ik toch eerder andersom kijken. Maar goed, ik vond hem wel heel leuk in ieder geval. Dus ik heb ervan genoten. Toen ben ik de vlog al een deel in elkaar gezet. Ik heb zelfs al wat muziek op mijn iPod gezet. Ik dacht, ik maak een reservekopietje voor mijn oude iPod. Die zet ik terug op mijn nieuwe en dan heb ik gelijk de muziek. Nou, zo werkte het niet. Maar op zich geeft het niet, want ik wilde toch heel veel liedjes eraf hebben. Dus nu kan ik hem gewoon opnieuw vullen. Ik heb weer naar de Bold Stijl gekeken. Ik had gisteren de laatste aflevering van seizoen 1. Dus vandaag begin ik met seizoen 2. Nou weet ik niet of het laatste seizoen al op Netflix staat, maar die staat wel weer op Videoland. Dus dat is wel weer mooi. Dus ik weet niet zo goed, want ik krijg nu elke keer op tv de melding. Ja, de laatste seizoen van de Bold Stijl staat online. Dus ik denk, nou dat is mooi. En daarna Zonnestad en dat was ook wel weer heel spannend. Dus op zich een prima avondje. Ik ga nu eerst even goed stofzuigen. Dan ga ik de fotospullen even pakken. Dan laat ik je het cadeautje zien voor Lent. Dan kan ik die even inpakken. En dan laat ik je even zien wat ik ga fotograferen. Ik ga niks vloggen vanmiddag. Want ja, zoals ik al vaker heb verteld, Nathalie en Frank willen niet dat Lent in beeld komt. Dus we houden het gewoon even gezellig zo. Dus ja, ik vertel je uiteraard later dan nog hoe het was. Maar goed, nu eerst even stofzuigen. En ik zal even laten zien wat ik had gekocht voor Lent. Het cadeautje voor Lente is dit rompertje met Best Girl Ever. En hij ziet er best wel smal uit, maar ik denk wel dat ze erin komt. Het is maatje 80. Dus die heb ik voor haar gekocht. En ik had ook nog de olifant voor haar. Dus die kan ze dan ook mooi meenemen. Dus deze ga ik even inpakken en dan laat ik je even de producten zien voor de foto's die ik ga maken. De fotospulletjes. Ik heb hier allereerst een Go Matte Finishing Powder. Deze is van de Action. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die ga ik nu even fotograferen. Dan heb ik deze super schattige mini HD Liquid Coverage Foundation van Catrice. En deze hebben ze nu speciaal ook uitgebracht in een reisvariant. Volgens mij is het wel een limited editie. Maar hij is zo klein dat je hem dus heel erg makkelijk mee zou kunnen nemen op reis. Deze heb ik in de kleur 010 Light Beige. Maar die vond ik zo schattig. Ik zal op de foto ook even de grootte ernaast zetten. Oh ja, die kan ik zo wel eventjes pakken. Dan kun je zien hoe klein die is. En dan heb ik nog deze Glow & Refresh Setting Spray van Kruidvat. Want ik had al wel de matte variant geprobeerd, maar nog niet de glow. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik zal even die grote foundation hiervan pakken. Dan kun je even zien hoe groot het verschil is. Kijk, de grootte ernaast. En dan de kleine. Nou, hoe schattig is dit? Ik zal even een foto sturen naar Nathalie. Ik denk dat ze hem ook wel heel schattig vindt. Maar
Ja, dit is dus eentje die op dit moment in de winkel ligt, maar het verschil is wel echt heel erg groot. Zo, de rollade die pruttelt lekker in de pan, dus die gaat nu langzaam garen. Maatleer Frank die zijn inmiddels weer naar huis, was echt super gezellig. Echt even lekker met lente gespeeld. Ik heb ook nog een poging gedaan tot voorlezen. Nou, ze vonden het boekje interessanter. Dus dat is niet echt gelukt, maar het was echt heel gezellig. Dus gezellig gekletst, wat gedronken. Dus het was eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Toen gingen ze op een gegeven moment weer naar huis, want lente werd ook een beetje moe. Maar het was echt heel gezellig. Leuk zo onverwachts. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik had de foto's wel klaar. De groenten nog niet afgehaald, maar dat doe ik dan strakjes nog eventjes. Dat komt wel goed. Ik heb niet meer gezocht naar de potjes. Dat ging ik gewoon allemaal niet redden. Dus nou ja, goed, weet je. Ik kan van de week nog even kijken en anders haal ik gewoon een paar andere. Ik heb me daar al een beetje op ingesteld. Maar ja, ik heb deze hele leuke stempel gehad dan van Natalie. Ik had het van de week al laten zien, maar zo ziet hij er dus in het echt uit. Het zijn van die stempels die de Action nu heeft. En dit is de egel, ze hebben verschillende diertjes, maar hij is echt heel erg leuk. Dus ja, fantastisch. Ik moet vanavond eventjes mijn foto's importeren die ik heb gemaakt. Daarna moet ik even... Ik ga sowieso even deze quizzes voor jou kijken. Ik ga misschien nog gamen met Natalie, maar dat was nog niet helemaal zeker. Ik ga sowieso zelf nog even gamen, want zij was nog even op mijn eiland bezig. Maar ik ga sowieso zelf nog even aan de gang. Ik denk nog even mijn flikker Maastricht kijken, die op België is. Ik ga mijn nagels lakken. Ik moet nog foto's bewerken voor het artikel voor morgen. En dan heb ik vanavond weer de Boldstijl. En daarna heb ik Mokro Mafia. Dus ja, ook wel zin in. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. En ik ben heel benieuwd naar mijn ijsje vanavond, naar mijn eten. Maar dat hoor je morgen hoe die was. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 24 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik moet even kijken of ik de lamp heb uitgedaan op de slaapkamer. Nee. En het is tweede binnenste dag. Dus ja. Ik heb gisteravond echt heerlijk gegeten. Die rollade was weer fantastisch lekker. Hij was zo lekker. Hij is opgegaan. Dus, oeps. Nee, maar hij is zo lekker. Maar ik heb altijd wel ruzie met de netjes die om die rollades heen zitten. Die krijg ik er nooit zo heel makkelijk af. Dus dat is altijd eventjes een beetje ellende. Maar hij was heerlijk. Ik was bijna mijn ijsje vergeten op te eten. Maar die heb ik later nog gegeten. En die was ook echt super lekker. Ik weet, ik ben niet iemand die van mezelf thuis heel veel ijsjes eet. Ik weet niet wat dat is. Als ik een ijsje koop zoals Pasti Ben & Jerry's en nu Ben & Jerry's. Dan eet ik het wel op. Maar over het algemeen eet ik thuis niet zo heel veel ijs. Maar die was echt heel lekker. Ik heb deze quizjes voor jou gespeeld. Was wel leuk, maar wel een beetje moeilijk af en toe. Daarna heb ik Flikker Maastricht gekeken op België. En heb ik ondertussen even mijn nagels gedaan. En ik heb nu groene nagels. Hier zit trouwens een beetje oogpotlood. Dus mocht je afvragen. Dat is dit lakje. Dit is van het Kruidvat. Kruidvat heeft nu sinds kort ook nagellak. Hier komt nog een review van online. Maar ik heb meerdere kleurtjes. Dus ik ga niet voor één kleurtje een review schrijven. Dus die komen wat later online. Dus ik wil eerst de kleurtjes een beetje testen. Dit is de kleur 200 Palm Leaves. En het is dus een beetje een groen kleurtje. Ik denk dat Natalie hem wel heel erg leuk zou vinden. Ik zal straks eventjes een fotootje naar haar sturen. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Ik heb trouwens ook nog geswitcht, maar ik kon niet zo heel erg veel. Want Natalie had gistermiddag al even wat dingen voor mij gedaan. En ja, ik moest nu stenen kapot slaan, want ik zoek een bepaald soort steentje. En dan kan ik een winkeltje gaan bouwen. Dus dat lukte nog niet erg. Dus nou ja, dat heb ik verder niet heel erg gedaan. Ik merk nu dat ik de oorbellen in mijn verkeerde oorgaatje heb zitten. Maar ik wil vanavond eigenlijk weer even mijn knopjes erin doen. Dus vandaar dat ze wat moeite hadden. Dus dat was wel heel erg, erg geslaagd. Toen ben ik de Bold Type gaan kijken. Was ook weer echt heel erg leuk. Seizoen 2 nu begonnen, dus was ook heel leuk. En daarna Mokro Mafia, de miniserie komt goed. Want die zit tussen seizoen 2 en seizoen 3 in. En daar ben ik nu ook wel doorheen, want het waren hele korte afleveringetjes. Het waren 7 afleveringetjes en die stonden dan gelijk aan een reguliere aflevering. Dus vanavond begin ik met seizoen 3. Dus dat. Ik ga zo meteen even goed stofzuigen, de kattenbakken scheppen. Dan ga ik een video opnemen voor jullie.
En dan ga ik daarna boven eventjes die bakjes die ik bij IKEA had gekocht, die ik aan dat trolletje wil hangen. Die ga ik even ophangen. Dan ga ik even kijken wat ik er al in kan doen. Want ik heb ook nog een paar stiften die er staan. Maar ik heb het idee dat die moeten liggen misschien. Maar het staat vast achterop. Dus dat wil ik eventjes gaan doen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu de planning. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen en zorgen dat ik de video kan opnemen. En dan ja, zet ik jullie er straks wel eventjes bij. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, de video staat er inmiddels op. Dat ging lekker vlotjes. Dus ik ga nu even wat drinken. En dan ja, ga ik eventjes die bakjes boven eventjes inrichten. Ik moet ook even op zoek naar mijn medicijnen. Want die heb ik volgens mij in een boodschappentas gestopt. Dus die ga ik ook even pakken. Maar goed, eerst even wat drinken. En dan eventjes ja, de potjes inrichten. En daar ga ik jullie potjes, bakjes. En daar ga ik jullie dan even bij zetten. Nou, ik ben nog een beetje inspiratieloos, maar ik heb nu hier de stempeltjes in zitten. Ik heb hier wat markers in zitten. Hier nog stempeltjes, die moet ik nog even loshalen. Dan kunnen die bij elkaar. Hier heb ik wat metallic brush pens in zitten. En hier nog outline markers. Dan heb ik deze nog over. Maar ik vind het in ieder geval wel heel handig. Het kan zijn dat ik hem nog naar de andere kant verplaats. Dus ik moet even kijken hoe het nu gaat passen. Dus misschien moet ik even wat dingen opschuiven. Maar ik vind het voor nu wel even heel handig. Maar hij moet wel eventjes nog een opruimbeurtje krijgen hoor. Maar voor nu vind ik dit wel een heel handig systeem zo. Nou, de katjes hebben hun buikjes weer vol. Dat is iets te veel voor Mickey. Dus die heeft niet helemaal opgegeten. De muis nog een beetje op te eten. Ik heb wel even lekker bullet journaled. Ik ben zelfs al met de voorkant voor juni begonnen. Dus wat dat betreft is dat wel lekker. Dan ben ik al iets aan het vooruitlopen. En de doodles zijn ook bijna klaar, dus wat dat betreft prima. Ik heb niet heel lang gefilmd boven, maar ja, ik wist zelf ook geloof ik nog niet helemaal wat ik in de bakjes wilde stoppen. Ja, ik wist wel een paar dingen, maar ben nog een beetje in mijn hoofd, is het allemaal een beetje druk en zo. De plantenpotjes, dat heb ik inmiddels maar een beetje opgegeven, dat ik die nog ga vinden. Ja, die komen echt wel weer een keer tevoorschijn, maar op het moment dat ik ze nodig heb, ik weet het gewoon echt niet. Ik heb er nog wel weer naar gekeken, maar ik zie het gewoon niet, dus ik weet het gewoon even niet. Dus ja, op zich wel een lekkere middag zo. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten koken. Vanavond weer goede tijden en helpt mijn man is klusser. Misschien nog even een stukje van ik neem je meekijken. Ik moet vanavond een artikel schrijven. Ik ga sowieso nog even switchen, want ik wil natuurlijk even kijken of ik verder kom met mijn spel nu. Ik ga nog even de Bold Stijl kijken en vanavond dan beginnen met Mokro Mafia. Trouwens wel blij dat het Songfestival nu achter de rug is. Italië heeft gewonnen, er is nu allemaal weer gezeik en gezeur over, want er gaan nu weer geruchten dat deze persoon wat gebruikt zou hebben voordat hij het podium betrad. Ik ben wel blij dat dit circus nu voorbij is, want ik werd er gewoon helemaal gek van hoe ver je ermee ja, omver werd gegooid in het nieuws en zo. Dus dat is wel lekker. Maar goed, ik ga nu verder toch niks meer doen, dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag, het is 25 mei, ik ben klaargemaakt en welkom bij weer een regenachtige dag. Ja, nu schijnt de zon even, dus ik hoop dat het even droog blijft, want ik ga zo hier aan de gang. Ik ga een wasje draaien. En dan ga ik de kattenbakken doen en de gang en de douche. Het is nu de week van de grote schoonmaak, dus alles moet weer. Ik heb mijn oorbelletjes weer ingedaan. En ik hoop dat het even droog blijft. Dat als ik zo eventjes naar de kliko ga, dat het eventjes droog is. Dat ik even droog naar buiten kan. En daarna ga ik even de was opvouwen. Dus daar ga ik jullie dan even bij zetten, want de nieuwe was moet dan weer aan de lijn. Gisteravond heb ik Help Mijn Man Is Klusser gekeken. En mensen, echt waar, ik moet niezen.
Ik vond dit oprecht echt heel gemeen. Dit was een stel en ze zijn na hun scheiding bij elkaar gekomen, hadden allebei kinderen uit een eerdere relatie. Deze vrouw die heeft na haar scheiding, kwam zij alleen te staan met 4 kinderen. Toen kon zij kiezen uit een pand kopen, want ze had ook een eigen bedrijf. Nou, wat het was, Joost mag het weten, want ik werd er geen wijs uit. Of een huis huren. Nou, een huis huren vond zij weggegooid geld. Dus zij heeft gekozen voor een pand kopen. Nou ja, goed, dat is voor iedereen persoonlijk. Ik zelf vind een huis huren prima. Maar goed, als je dat inderdaad weggegooid geld vindt, wat ik wel vaker hoor. En je hebt de mogelijkheid om te kopen, ga je kopen. Maar wat heeft ze nou gekocht? Een oud café / hotel. Vanaf de buitenkant zag het er al eigenlijk heel vervallen en aftanselijk uit. En ze wilde daar dus hun leefomgeving van gaan maken. Maar ja, ze leerde haar nieuwe vriend kennen. Hij was timmerman en hij zou dat allemaal wel gaan doen. Maar hij zag eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Hij zat er helemaal doorheen. Geeft zij die man op, verhelpt mijn man eens klussen. En dan denk ik, denk even na. Jij koopt dit pand. Oké, hij wil het wel gaan verbouwen. Hij weet gewoon niet waar hij beginnen moet. Er zijn wel beginnetjes gemaakt, maar hij weet niet hoe hij verder moet. Dus eigenlijk zet jij je vriend nu vet voor paal door te zeggen dat hij niet kan klussen. Want ja, anders geef je je man niet op voor help met man is klusser, toch? Nou, en ik vond haar echt niet leuk. Ik vond het echt heel gemeen. Die man zag het elke keer niet zitten. En toen waren ze dan de eerste dag waren ze daar. Ja, ik weet niet of dat een volledige dag is. En toen moest hij nog heel veel hout opruimen. Heeft hij zijn vader van 82 gebeld. Wat ik gewoon super zielig vond voor die vader ook. Dat hij helpen moest om hout te ruimen. Dat ik denk, joh, laat die man lekker genieten van zijn oude dag. Hij liep ook continu weg bij het klussen, want hij kon het allemaal niet aan. Het was gewoon veel te veel. Ik vond het eigenlijk gewoon heel erg zonde van alle inspanning en werk en materialen om in dit pand te steken. John zei op een gegeven moment ook van, ja, moet je dit niet gewoon gaan verkopen? Nee, dat zag zij absoluut niet zitten. Ja, goed, dat is ook een keuze, maar ja, ik vond het een heel raar zooitje. Laat ik het daar maar bij houden, want ik kan er eigenlijk niet helemaal over uit. Daarna heb ik een stukje van Ik Neem Je Mee gekeken. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven en heb ik mijn iPod nog een beetje verder gevuld met wat liedjes. Want die moest ik helemaal opnieuw doen. Toen ben ik mijn Netflix-serietje gaan kijken en daarna Mokromafia seizoen 3. Ging heftig van start ook. Heel spannend einde, dus ik ga vanavond lekker verder kijken. Dat was mijn avond. Ik heb ook nog even geswitcht, maar ik kon niet zo heel veel doen. Want ik ben een winkeltje aan het bouwen op mijn eiland en dat moest eerst afzijden. Nou ja, goed. Ga ik vanavond gewoon weer even lekker weer verder. Maar nu ga ik aan de slag. En ja, tijd om even wat te gaan doen, want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus ik ga een muziekje aanzetten en even lekker aan de gang. Zo, ik ben heerlijk weer klaar. Alles is weer schoon. De gang, de kattenbakken. Ze hebben schone etens- en drinkbakjes. De douche is helemaal schoon. En ja, heerlijk. De was die heb ik dan opgevouwen. Ligt nog niet boven in de kast. Die heb ik even in de wasmand gedaan. Ik heb wel de handdoeken die terug konden teruggelegd. En ondergoed dat terug kon heb ik teruggelegd. Maar de dingen voor boven heb ik nog niet gedaan. Want ik had de trappen ook al naar boven toe. Want anders vind ik het niet echt prettig schoonmaken in de gang, zeg maar. Maar ja, eigenlijk wel heerlijk dat alles weer klaar is. Ik ben nu wel weer een beetje moe, maar nou, op zich wel voldaan. Mijn wasmachine draait nu nog met de handdoeken. Ik moet eigenlijk van de week dan ook nog wel uit mijn wasmand wegwassen. Dus ik hoop dat ik dat een beetje red qua drogen. Dus nou ja, dat gaan we eventjes zien.
Het is inmiddels weer aan het regenen. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het hier is. Oh, 19,5. Ik heb zelfs nog eventjes bij mijn balkon geprobeerd het roostertje een beetje schoon te maken. In de hoop dat het water wegloopt. Want het water loopt niet weg, maar ik denk dat ik hem moet opwippen. Ja, en ik had geen schoenen aan en ik had niet echt zin om op mijn blote voeten mijn balkon op te stappen om dat dingetje op te wippen. Dus moet ik van de week even kijken of dat het lukt. Maar het gaat een keer, jongens. Kijk nou hoe hard het gaat. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Misschien als ik hem in de lantaarnpaal hou. Ja, regen, hè? Ja, ik weet niet of het heel goed te zien is voor jullie, maar het regent echt best wel hard. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond even wat dingen opnemen. De BN is in het ziekenhuis en gestalkt. Want ik kijk de Snackmasters. Ze gaan vanavond spekkies maken. Van die snoepspekkies. En dan ben ik altijd al benieuwd naar hoe ze dat maken. Dus echt super leuk. Dus dat lijkt me echt heel erg leuk. Ook heb je weer 4 handen op 1 buik. Dus dat ga ik lekker kijken. Ik ga mijn vlog verder afmaken alvast. En de foto's bewerken voor morgen. En daarna ga ik weer even verder met mijn Netflix-serie en heb ik dan weer Mokro Mafia. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus op zich een prima avond. En natuurlijk nog even switchen, want ik moet even kijken hoe het nieuwe eiland gaat. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren door op het knopje of het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en als je daarop klikt ben je ook gratis geabonneerd. Daarna staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding en dan als er een nieuwe video van mij online komt en dan hoef je eigenlijk niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!